ga voor ons iets lekkers halen om te eten. Ik heb zin in koekjes. Wat willen jullie hebben? Niks. Maar denk je het is echt nodig om iets te gaan halen om te eten? Zeg, broertje Vos, ben jij ziek? Normaal gezien wil je altijd wel iets eten. Wel, ik heb nu gewoon geen zin in snoepen. Oké, maar ik ga voor mij chocolade halen. Oké. Oei, 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 oei. Die gaat een onaangename verrassing krijgen. Oh! Ja, wat heb ik gezegd? Oh, Louisa, broertje Vos, jullie hebben al mijn koekjes en al mijn snoep opgegeten. Oh, en dat terwijl ik ziek in bed lag. Een echte schande. Maar nee, ik heb niets gedaan. Ah nee, en waarom liggen hier dan lege koekjespapieren? Koekjespapieren waar? Daar. Oh, wat, die zijn niet van mij? Ah, nee, zeker. Maar, broertje Vos, waarom was jij daar straks zo zenuwachtig toen zusje Vos naar de keuken ging? Omdat ik wist dat de snoep al opgegeten was. Ah, ja? En hoe wist jij dat? Oh, maar wel... Vrienden, we moeten nu geen ruzie maken. Ik heb al een idee om te zien wie de dader is. Ziezo, de camera's zijn geïnstalleerd. Camera 1 kijkt op normale hoogte en camera 2 kijkt naar de vloer. Misschien niet zo effectief, maar ik wil weten wie de daders zijn. Haha, ik heb terug vers koekjes en snoep in de kast gezet en spoedig zal ik weten wie het komt opeten. Ik ben eens benieuwd of het broertje Vos of Louisa is. Hihi, de technologie staat niet stil. Vanop mijn gsm kan ik nu kijken naar wat de camera's gefilmd hebben. Ik ben eens benieuwd. Ah, er komt iemand in beeld. Aha. Hopje. Een lekker eitje voor ontbijt. Ah nee, het was alleen maar een eitje. Louise, Oh, precies waar ik zin in heb. Zou zij dan toch mijn snoep pakken? Een lekkere appel voor ontbijt. Ah, toch niet een appel? Op camera 1 is er niets te zien. Ik ga eens even proberen op camera 2. Oh, dus dat is de dader. Zo, ik heb de dader op camera. Oh, een muis in onze kast. Muis ga ik vangen. Ik heb ze! Zusje Vos, broertje, ik heb de muis. Ah, de muis. Ah, zo lief muisje. Ik ga hem naar boer Beer brengen. Het was weer fijn bij jullie te mogen zijn.